Ze zoten al jaren in het archief van Janne Smits. Beelden uit 1958 van het dorp Herten. Heel bijzonder beelden, want heel veel inwoners van destijds komen in beeld. De beelden zijn opnieuw bewerkt en voorzien van commentaar. En ze waren binnenkort voor iedereen beschikbaar. Ik heb die film in mijn archief gehad. En ik heb ze dus vertoond verschillende keren ook in het algemeen. Van het algemeen publiek. En naar de hand in 2000 heb ik die laten overzetten op DVD. En op een gegeven moment heb ik gedacht, ja, wat ga je ze ermee doen? Het is toch niet dat er gedangens mee moet gebeuren. En daarom heb ik ze aan Joost Schreurs verzoek gedaan of ik ze kon overgeven aan de Heemkundevereniging. En dat is gebeurd een half jaar geleden. Van elk beeld hebben we beschreven dus waar we dus en ook waar we dus. En met een werkgroep van 5 man zijn we 5 jaar geleden dus aan de slag gegaan. En toen hebben we voor zoveel mogelijk namen vastgelegd. En aan de hand daarvan heb ik namens de werkgroep ook een artikel gepubliceerd in het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek. Over de maker van de film, over de ontstaan van de film en de korte inhoud van de film. En nu juffrouw Jan de rechten van de film eigenlijk ook heeft vrijgegeven, is het voor de Heemkundevereniging Roerstreek aanleiding geworden om er nu een dvd van uit te geven. Dat duidt Paul Kuipers het bug te verzorgen. En op zijn verzoek zijn we weer opnieuw bijeengekomen om nu ook zoveel mogelijk voornamen bij de mensen te zoeken. En dat is dus heel goed geluk. Deze opname vindt plaats in de klas van juffrouw Mien Willems. Wim Segers is aan de beurt om voor te lezen. Deze beelden heb ik zelf niet gemaakt. Deze beelden heeft Johan Adolfs gemaakt. En die heb ik dus, die film was prachtig, uiteindelijk in zwart-wit. En daarom heb ik die dus zo lang in mijn archief gehad. En daarom werd ze dus nu vertoond. In de jaren 50 werden natuurlijk lang niet zoveel gefilmd als tegenwoordig. En vooral het gewone leven van alle dag werden in de jaren 50 maar zelden vastgelegd. Inderdaad dus, en daar maakte Adolf ook gebruik van. Hij had een geluidswagen en hij reed door het dorp. En daarmee had er het effect dat de mensen naar buiten kwamen kijken. En hij wil op zijn films zoveel mogelijk inwoners hebben. Dus zo is op de film ook veel cup van mensen uit het raam. Die in de voordeur staan of die op de maandag toen de film werd opgenomen bezig waren met de was ophangen. Er staan heel veel mensen op de film, ook heel veel namen werden genoemd. Wem is er heel bijzonder wat er in beeld komt? Nou, allemaal is het bijzonder. Allemaal hart en ere. En ik heb zelf de film misschien wel 50 keer bekeken. En dat leggen we nu eens een PSU weer een keer. Dus zo pakt het in op ons als hart en ere. En we hebben ook met een aantal mensen geprobeerd om de namen goed bij het beeld te zetten. En dat is heel erg gelukt. Bij het Julianenplein riep Piet Verbouquet voorbij op zijn McCormick tractor. Dit is Paul Fransen bij zijn hoes aan de Schoolstraat. Dit geboel is het magazijn van de plaatselijke boerenbond. Marijke Spijkers stijgt in de deuropening. Vree van der Kar met kleindochter Bernadette Hamans komen in beeld. Dit is de Schoolstraat richting Maasstraat. Mia Geraerts is de erpel aan het schellen. De vrouw met witte schork is Truus Biermans met de kinder. Bij de tuinafscheiding stijgt Fientje Jansen met zoontje Jannie en dit is Toon van der Leem met zoontje Piet. Wat ik een heel mooi fragment vind, is gewoon als ze op de Rijksweg komen. Dan is de hoogte van de Holleweg. Hè, stopt op een gegeven moment de mijnwerkersbus op het broek. En aan de overkant van de Rijksweg. En dan kijken ze gewoon de Rijksweg over. Ze kijken het rechts of links. Nee, dat kost gewoon in dat tijd. En op een bedoeling gemaakt gaan ze de Rijksweg over. En dat vind ik één van de fragmenten die me nu binnenvalt, maar ongetwijfeld zijn er nog veel meer die een prachtig moment opgenomen geven van wie de situatie in 1958 was. Penalty. De 11 meter stip werd precies afgepast door Jo Helwegen.
Ondanks de fraaie snoepduik geeft de bal tussen de hein door van keeper Har van der Leeuw. Het is een initiatief van de Heemkundevereniging Hoorstreek. De werkgroep wat die DVD dan bewerkt en verzorgd heeft meegevraagd om een vereniging uit te zoeken hier in Herten, die wat eigenlijk midden in de gemeenschap staat. En ja, misschien weet ze, Herten heeft ontzettend veel goede verenigingen. En een daarvan steekt er toch een klein beetje bovenuit, dat is namelijk Fanfare Sint-Cecilia. Dat is een van de verenigingen wat zich heel druk in het dorp doet zien, Esterje te doen is. Dus we hebben die vereniging gevraagd, ook omdat ze een grote aanhang heeft, om die DVD uit te brengen dan. Bij de uitgave is natuurlijk een bepaalde voorwaarde aan verbonden. We moeten natuurlijk wel een bepaald aantal inschrijvingen hebben voordat we die DVD dus daadwerkelijk kunnen gaan maken. En de aanmeldingen stromen dus op het moment toch wel binnen. Dus we hopen dat we dat wel kunnen behalen. Maar toch wil ik mensen oproepen van als je ze wilt hebben, bestel ze direct. Dan kunnen we ook direct aan de slag met de fabricage van de DVD. De huisarts Dr. Blom en de wijkverpleegster Susser Alice doen vandaag de ongezeuken bij de baby's. Meer informatie over het verkrijgen van de DVD vind je op Ongerstonde websites.